Blijf eentje staan, gele vlag, hier op de stadfinish. Ja, hij gaat toch starten. Nee, ja. En als eerste met nummer 31 over de stadfinish, Bruno Hoekstorp aan Middelstum. Dat is knap hoor, dat hij als eerste over de stadfinish komt. Ja, nu is hij eruit de baan met nummer 1. Even kijken. Gert-Jan Beuning uit Rijssen, die staat daar stil in de bocht, net over start finish. Helemaal rechts achter de baan staat ook één stil in de baan. En als tweede af dat goede met 300, nee met nummer 31 vooraan. En dat bordje hangt een beetje bij 449 Fokke Meijer uit Veerhoed. Ja, maar ik zeg niet, hij vorig jaar al mee in een super standaard. Nu rijdt hij hier gewoon een flinke plek, hè. Hij rijdt gewoon een flinke plek hier in Bafloon. En dan achterin, mede organisator, er staat er achter, we hebben een stoel, Mark Tieneker uit Rooien, nummer 46. Ja, maar nog steeds hier voor aan de leiding. Met nummer 31, Bruno Hoekstorp. En als de derde start finish met nummer 104. Die rijdt ook in trompen, dames en heren, deze jongens. De meeste eigenlijk rijden daar wel. Oh, dat gaat, ja. De 69 staat hier ook weer achter Gert-Jan Beekema. Daar ligt hij achter nog stil. En de laatste ronde gaat in voor nummer 31. Nummer 31 steeds aan de leiding. Daar gaat Bergen Fokke Meijer uit Stuurt. En daar achteraan we door de 3 minuten 104. Dat is Winkelaar. Die is toch weer gestart hier, maar is stil, maar is stil. En daar is de winnaar van deze maand. Bruno Hoekstorp, met nummer 31. Nummer 2, 441, Fokke Meijer, krap gedaan hoor. Nummer 104, nummer 77. De Brent Vriezenveen. En als laatste nummer 22.